Yo mensen, mijn naam is Sven en het is eindelijk zover hoor. Ik sta hier bij een watertje en dat betekent dat ik ga vissen. Dit keer niet magneetvissen, maar echt vissen met een hengel. Want ik ga namelijk een wedstrijdje doen samen met iemand en dat is... Damien! Ja! Dat betekent dus dat ik vandaag ga vissen met een jonge knul, want hoe oud ben jij? 15. 15 jaar, dat is een gemiddelde kijker van ons. Dus ik ga met hem vissen, hij heeft zijn vishengeltje mee en ik heb mijn oude vishengel mee. En we gaan kijken gewoon wie de meeste vissen kunnen gaan vangen. We hebben hier een prachtige spot. Hier hebben we al één keer eerder gevist. Op mijn Instagram, @svenomeno, was te zien dat ik hier al aan het vissen was. En dat ik echt heel veel vissen had gevangen in een half uurtje. En toen zei ik van, moet ik gaan vissen ja of nee? 77% zei ja. Dus vandaar de visvideo. Kijk, hier heb ik allemaal visspullen. Dit is mijn vishengel. Deze is echt kapot oud. Ik denk wel meer dan 10 jaar. En deze vishengel is van Damien. Hoe oud is deze? Die heb ik vorige week gekocht. Dus een weekie. Ja. Nou, die is een weekie oud. Als het goed is, moet Damien heel veel vissen gaan vangen. Ik hoop het. Oké, Damien, het is heerlijk weer. Ze zijn kapot verboten. Ja. Maar, gooi me eens in het water. Want je ging even kijken of je dobbertje goed was. Is die goed? Hij is perfect. Ja. Jouw hengel is kapot lang. Hoe lang is die? 5 meter. 5 meter. Dat ding kostte hoeveel euro? 13. 13 euro. Jongens, dat betekent dat dit veel goedkoper is dan uiteindelijk magneetvissen. Want magneetvissen betaal je wel een stuk meer voor. En dit kan in principe iedereen doen. Hij heeft een hengel van 15 euro. Hij vangt echt vis als een gek. Dat is echt niet normaal. Ja. Hoeveel vissen heb je gisteren gevangen? Een stuk of 10. 10 vissen. Nou, dat is echt niet normaal. Maar ik heb ook een hengeltje. Maar ik heb een wat kleinere. Dus ik ben benieuwd. Bij Damien weten we in ieder geval al dat hij veel vissen gaat vangen. Of kan vangen. Ik ga even kijken hoeveel vis ik hiermee kan vangen. Dus ik zeg, laten we beginnen. Yes. Maar wat heb jij hier allemaal? Ja, hele vieze maden. Eel, die zijn wel echt heel vies. Ja, het is vocht. Maar, die moet op het haakje. Ja. Maar hier vissen we mee. En dan vang je best wel goede toei. Oké, jongens, ik ga mijn hengel er ook eventjes in gooien. En dan gaan we kijken wie de meeste vis gaat vangen. Yes. Maar Damien, die had er alweer bijna eentje. Want hij gooit hem er nu in en let op. Ja, het gaat echt zo snel. Hier, kijk, dat gaat hij alweer. Oké, doen we ook een wedstrijdje wie de grootste vis straks heeft? Ja, is goed. Oké, we doen dus een wedstrijd wie de meeste heeft. Ja. Hij heeft er een. Oh, hij viel er. Ik hoop dat je het in beeld zag, maar hij viel er al. Hij had er al een, maar die telt nog niet. Ik vind dat je hem zelf van de haak moet afhalen. Ja. Dan telt hij dus één punt. En dan kijken hoe groot hij is. En dan degene die de grootste vis heeft. Die de meeste vis heeft, die wint. En, de grootste vis telt voor 2. Ja. Ja. Ik heb Sven. Ja? Ja, stekelbaar. Oh, hij heeft er een. Mijn god, Damien, ik zit nog zo'n ding wormpje erop te zetten. En wat heb je nou? Een vis! Ja. 1-0. En hij is ook best wel groot, hè? Ja. Kijk eens. Oké, haal hem er snel af, want anders is hij te lang boven het water en dan wordt het zielig. Oké, jongens. Ik ga het haakje eruit halen. Hoi. Ondertussen word ik gebeld. Hoppakee. Kijk, daar gaat hij. 1-0 voor Damien. En ik word gebeld. Neem ik straks op. Het is wel 1-0 voor Damien. Ik ga er eventjes aas op zetten. En dan ga ik kijken of ik het 1-1 kan maken. Ja, en een grote. Tering! Ik heb een hele grote. Oh. Jongens, ik heb een hele grote. Holy shit. Holy shit, kijk dit. Nee. Oh mijn god. Dat is echt een joekel. Pak wel een doekje, pak wel een doekje. Kut. Ja, mijn hengel. Hij is er al af. Hij telt wel, toch? Ja, hij telt. Zeker. Oh mijn god. Maat, ik was zo groot. Jongens, ik had zo'n grote vis. Jullie konden het net niet zien, want filmen is een beetje lastig. Ik ga even de camera daar al neerzetten, want je vangt zo snel dat jullie gewoon gaan zien wat we straks beet hebben. Want Damien heeft waarschijnlijk ook al straks bijna beet. Oh, geen probleem. Ik zit vast. En niet met een vis. Nou, ik zit vast. Ik moet hem even los zien te krijgen. Jongens, ik heb aanbeet. Ik ben benieuwd of ik hem ga vangen. Nee, helaas jongens. Shit. Sven, wat doe je? Ik heb een nieuwe techniek. Ik sta nu hier op, zodat ik onder die brug kan komen, maar Damien heeft een 5 meter hengel en ik moet mij er maar 5 meter maken door zo te gaan. Zit hij aan die boot vast? Nee, toch? Ik heb een boot. Oh, dit is echt niet goed. Ja, hij is los. Oké, dit ging allemaal net goed. Kijk hier, Damien heeft er nog eentje hoor, maar echt ook weer een grote. Maar welke was nou groter? Die van jou. Ja? Weet je het zeker? Nou, nee. Dit is wel een joekel hoor. Oh, yo. Deze is groter. Oké, snel, pak je doekje. Dit is een stekelbaas, jongens. Dan moet je met een doekje, moet je hem zo doen. Hier, Damien, pak jij hem over. Ja, het is altijd lastig met één hand. Of haal jij het haakje er? Oh, kijk. Haakje moet er heel netjes uitgehaald worden en heel voorzichtig. Kijk, dan haalt hij hem er heel netjes uit. Laat hij zijn haakje netjes los. En dan rustig de vis weer teruggooien. Hoppakee. En hij was niet langer dan een minuut boven water. Oh, goed bezig, Knul. 2-1. Yes. Heel netjes.
Oké, we zijn nu al serieus een half uurtje bezig. Misschien wel langer, 3 kwartier. En we hebben nog steeds niks gevangen. Tenminste, nadat we onze tweede vis of derde vis alweer hadden gevangen. Daar hebben we niks meer gevangen. Maar wie weet vang ik straks nog een vis. En we gaan vanavond ook nog door, dus het wordt nog wel spannend. En we hopen dat we vanavond wat meer kunnen vangen. Want nu is het echt drama. Ja, het wordt gewoon saai. Ja, we beginnen wel een beetje saai te worden. Voor vissen moet je wel echt geduld hebben. En dat hebben wij niet echt. Ik zie ze zwemmen. Tenminste, ik niet. Zie jij ze zwemmen? Ja, ik weet niet of je dat op de camera ziet. Daarachter. Helemaal aan de linkerkant. Daar zie je goed staan zwemmen. We staan ook echt op een heel klein houtje met z'n tweeën. Dus straks zwemmen we zelf in het water. Nou, we wachten het even af. Oké, jongens, het is een paar uurtjes later. Het is namelijk nu 7:55. Dat is de perfecte tijd om te gaan vissen. Want de zon gaat onder. En het ging niet zo heel erg goed. Maar Damien staat alweer klaar hier ook. Ja. Met zijn hengeltje en zijn weet ik veel wat allemaal. Want wat gaat er vandaag gebeuren? Of nu, op dit moment? We hopen dat we nu meer beter gaan hebben. Want vanmiddag hadden we echt maar 3 visjes. En dat was drama. Ja, was gewoon saai. Zeg hengelbring en vissen vangen, jongens. Nou jongens, ik ben op een andere positie gegaan. Want hier was ik vanmiddag ook. En dan kan ik veel beter onder dit bruggetje. Vang je vissen! Ik had er één! Ik had er één! Ja, dit wordt spannend. Hij heeft een vis! Ik had beet, joh! Ik had hem in mijn handen! Ik heb net een vis gevangen. En nu staat er 3-1, dus yes! En ik heb nu weer aan beet. Nou Damien, hoeveel staat het? Nou, 3-3. 3-3, want ik had de grootste en jij 3 vissen. Ja. En we hadden gezegd, helemaal bij het begin, van de laatste, en dat is dus, nou tenminste niet de laatste, maar de grootste, die telt voor 2. En dat betekent dus dat ik 2 punten kreeg en eentje had gevangen, dus dat is 3 punten en jij hebt 3 vissen gevangen. Ja. Dat betekent dus dat het gelijk spel is en dat er eigenlijk nog een 2-0 moet gaan komen. Ja, eigenlijk wel. Dus dan gaan we voor gewoon hetzelfde wedstrijdje. Ja. En dan doet Koen ook mee. Yes. Mensen, bedankt voor het kijken. Later. Later.